I-accent is 6 schild x plus 1. Nou, het eerste wat je doet is die I-accent schrijf je op als di dx is 6 gedeeld door x plus 1. Dan gaan we kruislinks vermenigvuldigen. Kruislinks vermenigvuldigen. En dan krijgen we x plus 1 di is 6 keer dx. Nou ben ik niet helemaal happy met die x plus 1, want die staat bij de di. Nou, die kun je vrij eenvoudig weghalen door hier te zeggen ik deel door x plus 1. Maar dan moet ik dat rechts moet ik ook delen door x plus 1. Zo, krom 1. En wat krijgen we dan? Dan krijgen we 1 di is 6 gedeeld door x plus 1 dx. En x is niet min 1. Die houden we er even bij, hè? Want anders deel je door 0. Nou, de volgende stap zou zijn dat je hier integraalstreep omheen zet. He, dus zoiets. Dus 1 di is 6 gedeeld door x plus 1 dx. Dan zou ik eigenlijk wel integraalstreep omheen willen zetten. Hier en hier. Nou, dan krijg ik hier i is. Maar dit is een probleempje. Nou, wat zou je dan kunnen doen hier? Dan zeg je, weet je wat? Ik zet hier neer x plus 1. Dan heb ik in ieder geval wat hier staat en daar, dat is precies hetzelfde. Dus dan kun je heel makkelijk die ln gebruiken. Alleen je kunt niet zomaar ergens 1 plus 1 bijzetten. Want dan, en dan zijn we net een stel economen die gewoon maar iets erbij toveren. He, dat kan niet. Maar, als ik nou eens goed kijk, hier staat eigenlijk d1. Wat is de afgeleide van 1? 0. Dus eigenlijk zet ik een 0 bij en mag het dus wel. Maar daarmee zorg je ervoor dat je heel makkelijk kunt zeggen, oh, dan staat hier 6 keer ln x plus 1 plus een constante. Zie je dat? Nou, en dan, het enige wat je dan nog nodig hebt is een randvoorwaarde. Die vul je in en dan komt er een antwoord uit.